ervan vinden. En waarom ze hier zijn. En hopelijk vindt u het leuk. Hallo, ik sta hier bij Tille. Hij is een van de demonstranten van Occupy. Wat is jullie doel eigenlijk? Ja, het begint eigenlijk bij mezelf. Occupy is zich mee bezighoudt. We staan hier niet omdat we een beweging zijn of omdat we een politieke statement willen maken. We willen hier eigenlijk met elkaar kijken naar wat het probleem is in de maatschappij. En hoe we oplossingen kunnen bedenken daarop. We hebben zoiets van de vertegenwoordigers uit de politiek, die gaan dat niet meer voor ons doen. Dus moeten we een burgerinitiatief komen. En dat beginnen wij eigenlijk nu in de hele wereld eigenlijk een beetje te doen. Ik zie hier wel een paar mensen staan en ik zie al tenten en zulke dingen. Nou, is uw plan om meer mensen te verzamelen en hier te kunnen slapen? Ja, dat is de bedoeling van wel. Ja, ja, sowieso. En zaterdag hebben we een protestmars. Dus dan komen heel veel mensen op af. We hebben ook al internetsites en daar wordt een beetje gecommuniceerd met mensen. Dus dan weten ze de stand van zaken van kom zaterdag. www.occupyrotterdam en dan .org. En u praat over de problemen in de wereld. Wat zijn die dan? We leven nu bijvoorbeeld in een crisis. Er wordt 400 miljard waarschijnlijk naar Griekenland gestuurd. En dat gaat allemaal van onze centjes af. Mensen die hier werken vinden het niet echt... Die vinden het niet echt leuk, nee. Er zijn wel ook mensen op straat die uit een auto schreeuwen van ga werken. En gewoon een beetje ons belachelijk maken. Maar ja, die doen niet eens de moeite om naar ons toe te komen van waarom staan jullie hier? Je hebt het niet eens gevraagd. Beetje jammer, maar er zijn ook echt hele leuke reacties van mensen die ons steunen en bepaalde materialen aanbieden om toch een steentje bij te dragen. Dus... Occupy, waar is dat eigenlijk begonnen? Het is eigenlijk begonnen in Wall Street. Wall Street is geïnspireerd door de Egyptenaren en de Midden-Oosten eigenlijk. En ik denk dat het probleem vanuit Wall Street is gekomen omdat ze meer in het geldsysteem daar het probleem hebben gezocht. Van het geldsysteem is iets mis mee. We gaan over lijken voor geld en daar moeten we mee stoppen. Hallo, mag ik wat vragen? Wie bent u? Ik ben Vikas. En ik ben Arwin. Ik ben 22. Ik ben 20 jaar oud en student uit Rotterdam. Nou, wat vindt u ervan dat deze mensen hier staan? Nou, kijk, als ik naar de spandoeken kijk, dan lijkt het erop dat we jullie helemaal gelijk hebben. Er zit heel veel werkloosheid in Nederland. Dus daar is het eigenlijk begonnen, in Wall Street. Dat er heel veel mensen zijn en tenten en zo. Mm-hmm. Hopen jullie dan echt iets groots mee te bereiken? Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Ik bedoel, we hebben al iets groots bereikt. We staan al in 2100 steden. Dus ik denk dat al een impact maakte op een heleboel mensen. Kunnen we misschien samen wat doen? Want met het is anders zijn we sterker.